Ja, eigenlijk gaat het nu misschien wel echt beginnen, het seizoen. Hè? Die reeks waar je als beloning voor vorig jaar alles in rap tempo elkaar ziet opvolgen. Nou, het seizoen is al lang begonnen, maar het is wel zo dat we natuurlijk nu ook door de week gaan spelen. Dat is wel een verschil met de vorige weken. Dus dat is 6 wedstrijden in 3 weken, geloof ik. Dus. Hoe passen je trainingen daarop aan? Is trainen vooral een kwestie van bijhouden dan in deze reeks? Nou, het is natuurlijk anders. Als je natuurlijk een wedstrijd, één wedstrijd in de week hebt, kan je door de week wat meer doen. Wat harder trainen, ook fysiek gezien. Maar nu met 3 wedstrijden in de week kan dat wat minder. Maar ja, je speelt ook een wedstrijd extra. Dus in dat opzicht is dat niks anders wat we ook vorig jaar gedaan hebben. Zie jij met deze selectie die hebt de noodzaak om te gaan rouleren met sommige spelers in die reeks? Dat zou kunnen, ja. We hebben natuurlijk, ik vind dat wij een goede selectie hebben, een brede selectie. Waar we nu ook de spelers voor hebben om dat, als het toelaat, te doen. Alleen je kijkt natuurlijk wel steeds naar de wedstrijd en wat de wedstrijd nodig heeft. Sam Larsson, gaat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie zitten? Ja, hij zit er morgen bij. Hij heeft de afgelopen weken goed kunnen trainen. Hij heeft ook minuten gemaakt in het belofteteam en zal morgen ook meereizen naar Almelo. Wat voor indruk maakt hij in zijn eerste weken bij Feyenoord op jou? Haakt hij snel aan bij het niveau dat nodig is om van Heerenveen naar Feyenoord die stappen te maken? Je merkt bij hem natuurlijk dat hij nog niet echt een voorbereiding heeft gehad. En met name niet qua training, maar wel in teamverband. En dat is voor elke speler is dat wennen als je natuurlijk een aantal maanden dat niet gedaan hebt. Dus dat zag je wel aan hem, maar hij pikt het snel op. En toch ook weer wennen aan zijn nieuwe teamgenoten, aan de club, aan de manier van trainen. Maar ik moet zeggen dat de afgelopen weken daar voor hem wel ideaal geweest is. Heracles is nog ongeslagen. Ze won op speelronde 1 van Ajax. Ja, serieuze test misschien wel. Ja, maar dat weet je van tevoren. En daar zullen we ook klaar voor zijn. Wat is het gevaar van die ploeg? Waarom zijn zij zo goed begonnen aan dit seizoen, denk je? Nou, ze hebben goed wat je zegt, de eerste wedstrijd gewonnen. Ze hebben gewonnen van Ajax. Ze hebben een aantal keer gelijk gespeeld. Heerenveen uit, waar ze pas in de laatste seconde van de wedstrijd de goal tegen krijgen. Het is een team wat gewoon heel makkelijk speelt. Maar wat het ook heel compact kan maken. En ook een tegenstander moeilijk kan maken om ruimtes te vinden. Dus dat zal voor ons morgen ook zo zijn. En daar zullen we mee moeten omgaan. Kunstgras nog een issue? Of kunnen we het bandje van een paar weken geleden van stal halen? Nou, ik denk dat ja. Het is genoeg over gezegd ja. En voor ons maakt het niet uit waarop we spelen. We zullen daar ook morgen naartoe gaan om de punten daar te winnen. En dus dat is voor mij geen issue. Iedereen fit teruggekomen van de Interlands? Ja, iedereen die weg geweest is fit. Renato had wat last van zijn schouder, is ook gewisseld bij Peru de laatste wedstrijd. Maar is gewoon beschikbaar morgen. Ja, dus alleen de gebruikelijke namen die je niet ter beschikking hebt? Ja.